Bijna even plotseling als hij begon, is de winter weer verdwenen. Volgens de weerdeskundigen als gevolg van een dooifront uit het zuidwesten. En evenals door de sneeuw zo rond de jaarwisseling, kwam Nederland weer in de moeilijkheden. Die zware dooi maakte een einde aan een winterse periode die niet alleen narigheid bracht, maar ook veel schoonheid te zien gaf. Voor de jeugd viel de eerste winterperiode samen met de kerstvakantie, die daardoor een meer sportieve inhoud kreeg dan gewoonlijk. De winter deed een forse aanslag op de begroting van Rijkswaterstaat, die voor de gladheidsbestrijding weer duizenden tonnen zout gebruikte en honderden auto's de weg opstuurde. Het merendeel gehuurd van particuliere aannemers en andere bedrijven. Ook de gemeentelijke overheden moesten diep in de geldbuidel tasten om de straten sneeuwvrij te laten maken. De bewoners zullen de consequenties daarvan nog wel merken in de verhogingen van onroerend goed en andere plaatselijke belastingen. De jacht- en vissershavens langs het IJsselmeer behoorden als altijd tot de eerste die in de greep van de strenge vorst kwamen. De vaart over het IJsselmeer kwam spoedig bijna helemaal tot stilstand. Maar vooral met het oog op de olievoorziening van de elektrische centrales in de noordelijke provincies hielden ijsbrekers één vaargeul via Lelystad open, waardoor de binnenvaarttankers konden blijven varen. In IJmuiden liepen enkele Franse visserschepen binnen die in zware zee veel zout water hadden overgekregen dat desondanks door de grote koude bevroor. Aan boord kon niet meer worden gewerkt. Ook het werk in de bouw kwam vrijwel volledig stil te liggen, wat zijn weerslag wel zal hebben op de productiecijfers over 1979. Tegen zo'n kou valt niet te stoken. Het leger maakte gebruik van de gelegenheid om tanks en bemanningen onder deze barre omstandigheden het besneeuwde terrein in te sturen. En alsof het dagelijks werk was, zo zeker stuurden de chauffeurs hun voertuig dwars door de boerenkool, zoals ze dat noemen. Over boerenkool gesproken. De prijzen van deze en andere koolsoorten rezen de pan uit. In tegenstelling tot de groente zelf, die door ijs en sneeuw niet van het veld gehaald kon worden. Dat de dieren het moeilijk hadden is bekend. Maar de enkele paarden die buiten bleven, waren beter tegen de kou bestand dan de vogels. En vooral de watervogels. Die verzamelden zich op plaatsen waar nog open water was, zoals in de buurt van poldergemalen. Behalve voedselgebrek dreigde ook nog een ander gevaar. Namelijk dat de vogels aan het ijs vastvroren, zoals met dit waterhoentje het geval was. Maar ook nu waren er weer overal mensen die zich het lot van vogels en andere dieren in deze tijd sterk aantrokken. En waar de dierenambulances en particulieren altijd een open huis vonden voor in nood verkerende dieren. De uit het noorden afkomstige wintergasten, die normaal zo op en rond het IJsselmeer het voorjaar afwachten, vonden het in de afgelopen periode veel te koud hier en gingen op weg naar gebieden waar de temperaturen aangenamer waren. Overigens was deze trek naar het zuiden voor schaatsminnend Nederland iets om hoop uit te putten, want het kon een voortzetting betekenen van de schaatspret waaraan men zich massaal overgaf. Het startschot had een ander effect dan bedoeld werd. Toen deze wintergast uit het gezicht was verdwenen, kon er in Genemuiden opnieuw gestart worden voor het nationaal kampioenschap korte baan dames. Deze titelstrijd op natuurijs werd, het kon bijna niet anders, gewonnen door een Friese rijdster, Anneke Zijnstra uit Warga. Friesland haalde ook weer de arresleden van zolder en zette de fraaie paarden op scherp.
Er konden sledenwedstrijden gehouden worden, onder andere in Jauren, Nieuwe Hörne, Oppenhuizen en Spannenburg. Hier en daar verscheen ook een kleinere slee op het ijs. In de doos geen proviant voor een toertocht, maar in een naburig dorp gehaalde boodschappen. In een land met een steeds hoger oplopende elfstedenkoorts moesten degenen die van een lange rit houden genoegen nemen met toertochten. Maar die gingen soms wel tot 100 kilometer. Voor deze rit, u raadt het al, door de omstreken van Giethoorn, bonden meer dan 6000 sportievelingen de schaatsen onder. Door de invallende dooi is de Elfstedentocht, die zo dichtbij leek, niet doorgegaan. Maar de schaatsliefhebbers zijn in die eerste week van 1979 zeker aan hun trekken gekomen.